Mijn advies voor mensen die net beginnen met sporten is om sowieso een sport te kiezen die je leuk vindt. Ja, als je iets niet leuk vindt, dan is het sowieso moeilijk vol te houden. Ja, en ik denk dat het ook leuk is om het samen met iemand te kunnen doen. Dus als je een trainingsmaatje kan vinden. Ja. Als we een dagje vrij zijn, helemaal niks. Ja. Nou, ik vind het wel leuk om dan met vrienden en familie te zijn. Die zien we natuurlijk best wel weinig. Dus ja, dat vind ik dan wel leuk. Ja, hetzelfde. Gewoon lekker met hun tijd spenderen en lekker naar buiten van de zon genieten als die er is. Misschien ergens wat eten. Maar verder vooral niet te veel, want we moeten echt uitrusten. Hoe ik gemotiveerd blijf als ik geen progressie boek, is om vooral te blijven focussen op het grotere doel wat je voor ogen hebt. Ja, en met dat in je hoofd heb ik wel die motivatie om door te gaan. Ja, en ik denk misschien ook het wat kleiner maken. Dus je grote doel kleiner maken in kleinere doelen. Zodat je ergens naartoe kan werken wat dichterbij ligt. Dan is het denk ik ook makkelijker vol te houden als je eenmaal merkt van oh, dat heb ik nu wel gehad. Oké, een volgende stap. Oeh, wat is mijn favoriete cheat meal? Ja, bij mij echt alles met chocola. Ja, ik kan niet kiezen. Het is niet echt een maaltijd eigenlijk, maar ja, pizza, ijs, frietjes, hamburger, alles. Ja, echt. Wij houden echt van alles. Maakt niet uit wat het is. Speciaal ritueel voor een wedstrijd. Ik ontspan zeg maar door mezelf op te maken. Dus in aanloop naar een wedstrijd dan ben ik altijd wel lang bezig met mijn haar, met mijn make-up. Ook om mezelf een beetje af te leiden van zenuwen, want ik ben altijd heel erg zenuwachtig. Ja, en verder gewoon de standaard dingen inderdaad. Warm-up, goed eten. Ja, voor een race maken we ook altijd wel een raceplan. Ja, dat ook. Dus dat echt in je hoofd prenten. Ja. Ik vind het visualiseren helpt me ook al heel erg. Dus dat ik mezelf al die race zie lopen. Ja. Maar doe je dat echt nog veel op de dag voor de... Ja, juist dan. Ja, okay. In de call room zit ik alleen maar na te denken van... Oh ja, dan doe ik dit, dan doe ik dat. Ja. En altijd op onze beentjes klappen. Ja, oh ja, zo. Beetje jezelf oppeppen. Ja. Dat. Ja, ik denk wel of heel snel zijn... Want ja, dat is best handig. Maar vliegen lijkt me ook wel vet. Dat je gewoon als een vogeltje zo lekker overal naartoe kan vliegen. Alles van afstandje een beetje bekijken. Zoiets. Ik vind het wel moeilijk hoor. Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Ik neig misschien meer naar dat je in de toekomst kan kijken of juist het verleden. Zoiets lijkt me ook wel nice. Ja. Time travel, hoe noem je dat? Ja. Dat. Over de time traveling. Ja. Dan denk ik wel voor mij de Olympische finale lopen met de 4x4 en daar ook een Nederlands record lopen. Ook omdat die weg naar Tokio was natuurlijk heel raar met corona en gek en lang. Dus daar kwam wel heel veel ontlading ook vrij. Ja, ik denk voor mij afgelopen zomer in München, de estafette. Ja. Ja, die was ook top. Ja, gewoon iedereen liep echt een hele goede race daar. Alles kwam samen. Europees kampioen, Nederlands record. Ja, dat was heel vet. Ja. Leuk avondje. Ja, heel leuk. Nou, ik heb wel het idee dat ik heel veel lessen heb gehad eigenlijk. Ik vind het wel echt oprecht. Zeg maar, elke sport die je doet, die kan je zo zoveel leren ook over het... Zeg maar, je kan het verplaatsen naar het leven, zeg maar. Als atleet zijn wil je altijd veel presteren en het goed doen. Maar dat zegt eigenlijk niks over jouw persoonlijkheid. En ik denk, ik linkte dat altijd van wat ik loop, dat ben ik als persoon. Nee, vertrouwen houden, positief blijven. Ja, vooral ook vertrouwen hebben in jezelf. Als je het zelf voelt dat je het kan, dan ga je het kunnen. Ja.